Dinsdagochtend was het nog vrij zonnig en droog, maar je voelde al wel aan de lucht dat het een beetje broeierig en klam is en dat er onweersbuien aan zitten te komen. Dus het was wel zo fijn om vanochtend nog even de verkoeling op het water op te zoeken. Ik begin even bij het grootschalige plaatje. Luchtdrukverdeling in onze omgeving. Tussen Schotland en IJsland ligt een lage drukgebied. En aan de rand van dat lage drukgebied is boven het zuiden van Engeland nog een lage drukkern zichtbaar. Die komt hier in deze modelverwachting niet terug, maar die is er wel. Het warmtefront daarvan ligt momenteel boven het noorden van Nederland. En het bijbehorende koufront zien we hier liggen. Dat dunne lijntje met buien boven Frankrijk. Tussen dat warmtefront en het koufront bevindt zich de zogeheten warme sector. En daar zit dus die warme en vochtige lucht. En in die regio is weer een heel klein lage drukgebiedje tot ontwikkeling gekomen. En dat noemen we wel een thermisch lage drukgebied, ook wel een thermische vore. En dat ontstaat als warme lucht opstijgt, heb je aan de grond eigenlijk een tekort aan lucht. En daar ontstaat dan dus ook een klein lage drukgebiedje. En dat is ook precies de plek waar de regen- en onweersbuien naar verwachting tot ontwikkeling gaan komen. En dat gaat zich dan in de loop van de dag met die zuidwestelijke stroming richting Nederland verplaatsen. Nou, hoe ziet dat er vervolgens uit? Gaan we even inzoomen naar Nederland. En dan zien we dat er eerst aan het begin van de middag nog niet zo heel veel aan de hand is. Maar vanuit het zuidwesten komen dan de eerste regen- en onweersbuien ons land binnentrekken. Eerst zijn er nog losse buien, maar in de loop van de tijd zie je hoe zich dat steeds meer gaat samenklonteren en een beetje een lijn vormig geheel gaat vormen. Er is voldoende energie aanwezig in de atmosfeer. Er is wat windschering. Dat betekent dat de wind tussen de grond en wat hoger in de atmosfeer aan het draaien is en ook toeneemt in kracht. Nou, dat zijn allemaal wel de ingrediënten voor het vormen van die onweersbuien. En dat trekt dan allemaal van zuidwest naar noordoost over het land. En daarbij activeert en intensiveren die buien ook. Kunnen zware windstoten bij voorkomen, ook hagel en flink wat regenwater. En die windstoten heb ik hier even erbij gepakt. Kenmerkend van zo'n thermische voren is een windsprong. We hebben eerst met een zuidoostelijke wind te maken. Daarna draait de wind naar het zuidwesten. En we zien hier het gebied met de zware windstoten op die buienlijn. 75 tot 100 kilometer per uur is mogelijk vanmiddag en vanavond. En daarbij ook nog even rekening mee houdende dat onder die bui nog een relatief droge laag aanwezig is en verdamping in die laag zorgt er nog voor dat die windstoten soms wat zwaarder kunnen uitpakken dan in de weermodellen wordt aangegeven. En dus ook die windsprong, eerst nog een zuidoostelijke wind en nadat die voor ons land is gepasseerd draait de wind naar het zuidwesten en later weer naar een westelijke richting. Dan nog even naar de weersymbolen voor vanmiddag. Eerst in het noorden en midden van het land nog droog. In die warme sector, die warme vochtige lucht, stijgt de temperatuur nog naar 25 tot lokaal 30 graden in het oosten van het land. Matige zuidoostelijke wind. En in de loop van de middag komen vanuit het zuidwesten dan die eerste regen- en onweersbuien de zuidelijke helft van het land binnentrekken. En dan begint het ook alweer af te koelen. Momenteel is er code geel uitgegeven voor die onweersbuien. Er bestaat nog een mogelijkheid dat die weerwaarschuwing nog opgeschaald gaat worden, dat we naar code oranje gaan. Vanavond ziet het plaatje er dan zo uit. Dan beginnen die buien wat meer samen te klonteren, trekken in een soort lijn van zuidwest naar noordoost over het land. Kan zo'n 20 tot 40 mm regenwater bij komen kijken. Maar omdat de buien vrij snel overtrekken, zal het over het algemeen niet tot grote wateroverlast leiden. Temperatuur is dan gezakt naar zo'n 20 graden. En later in de avond begint het vanuit het zuidwesten weer droog te worden. En de wind is dan aan het draaien naar een zuidwestelijke richting. Dan nog even de timing van de buien op een rij. Aan het einde van de middag, zo rond een uurtje of vier, de eerste buien naar verwachting in het uiterste zuiden van het land. En tussen 8 uur 's avonds en middernacht komen ze aan in de noordelijke provincies. En na middernacht verlaten ze ons land dan weer. Vooral belangrijk, windstoten 75 tot 100 kilometer per uur. Hagelstenen van 2 tot 3 centimeter. En 20 tot 40 millimeter regenwater. Dus dat staat ons vanmiddag en vanavond nog te wachten wat betreft de onweersbuien.